Broodjes en Koffiehuis bij Ben. Diverse broodjes uit eigen keuken. Alles vers bereid. Wij maken het klaar terwijl u wacht. Verder diverse tosti's, gehaktstokken en vele salades. Proef de sfeer van onze nieuwe zaak onder het genot van één van de vele koffie- en theesoorten. U vindt ons aan de Hoogcorpassage nummer 14 Boxmeer. Vorige week berichtte enkele media over het feit dat het Maasziekenhuis in zwaar weer zou verkeren. Een beeld dat de organisatie absoluut niet herkent. Theo Menne, directeur van het Maasziekenhuis. U heeft dit jaar juist beter gedraaid dan voorheen voorspeld was. Wat is daar de verklaring voor? Nou, daar zeg ik maar één verklaring voor. En dat is dat al onze medewerkers samen met alle doktoren en iedereen die betrokken is bij dit bedrijf keihard gewerkt heeft om als het ware de goede balans te vinden tussen uitgaven en inkomsten. Uitgaven die moeten afgestemd zijn op wat er binnenkomt. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. Dat positieve resultaat gaat over 2012. 2011 waren de cijfers die door BDO gebruikt zijn. Planmatig hadden we eigenlijk ook voor 2012 nog erop gerekend dat het wat tegen zou vallen. Maar door die inspanningen van iedereen hebben we het dus eigenlijk al beter gedaan en hebben zelfs al in de zwarte cijfers gedraaid. Heeft dit succes ook te maken met de samenwerking met het Radboud en de Sint Maartenskliniek? Nou, dat draagt ongetwijfeld bij. Wij hebben dus, zoals de mensen in de regio wel weten, wij werken heel nauw samen met het Radboud en de Maaskliniek. Dat doen wij om reden van kwaliteit en om reden van efficiëntie. Die bedrijven die willen ook graag met ons samenwerken omdat ze vertrouwen in ons hebben. Dus het is ook al een beetje bijzonder dat een BDO zomaar een conclusie trekt dat het niet zo gezond zou zijn. Maar we werken juist samen om op allerlei manieren de juiste zorg hier te kunnen blijven bieden. En tegenwoordig krijg je steeds meer eisen op het gebied van kwaliteit en op eisen van hoe je het uitvoert. Of eisen ten aanzien van de uitvoering. Juist die samenwerking maakt dat we dat heel goed in dit ziekenhuis kunnen. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Nou, heel rooskleurig. In die zin, wij hebben een heel gezonde toekomst kunnen wij tegemoet gaan. De resultaten zijn nu al positief. We hebben een meerjarenplanning gemaakt. Ook die zien er gewoon heel erg positief uit. Dat wil overigens niet zeggen dat wij niet heel hard moeten werken en moeten blijven werken om het gezond te houden. Maar we hebben het helemaal zelf in de hand. En de tekenen die wij allemaal op ons af zien komen, die zijn positief. Zit er ook nog andere samenwerking in het verschiet? Nou, niet zo direct net als wat we nu met Radboud en Maaskliniek doen. Maar wij blijven rondkijken en daar waar wij met anderen samen efficiënter kunnen zijn of beter kunnen zijn dan nu, zullen we dat doen.